op allerlei manieren worden we nu getriggerd om actiever te zijn. Je wil niet degene zijn die als eerste gaat zitten. Ik merk dat ik nu veel fitter ben. Het nieuwe werkelijk in één woord, energiek. Fantastisch. Wauw. Het zitprobleem in Nederland is heel groot. 'S Ochtends bij het ontbijt, in de trein. We gaan even zitten, een kopje koffie drinken. Ik heb allerlei vergaderingen, dan zit ik de hele dag. Lunchen, dat doen we ook lekker zittend. Zitten, zitten en nog eens zitten. Ik denk dat we zeker veel zorgen moeten maken over het vele zitten. Het heeft een negatief effect op je gezondheid. Het vergroot de kans op allerlei chronische ziektes, waaronder overgewicht en diabetes type 2. Als je werkt, zit je ruim 10 uur per dag. Ik heb ook niet heel veel andere keuzes. Ik kan ook niet staand werken. Hoe doe je dat hier? Er is niks anders. En dan is het ook niet heel gek dat de mensen ook alleen maar blijven zitten. Maar vanaf vandaag gaat daar verandering in komen, want we gaan onze hele vloer anders inrichten. Vandaag een superleuke dag, want vandaag worden de meubels bezorgd, op hun plek gezet. We krijgen allemaal hooglaagbureaus en we hebben ook van die fietsjes waar je op kunt zitten. We doen dit samen met de Markant Office, die helpen ons om deze nieuwe werkplekken te realiseren. Onze gezamenlijke missie is hoe krijgen we beweging van mensen op het kantoor. Mijn eerste reactie was, waar zit ik nu? Oh nee, shit, ik moet ook gaan staan. De komende jaren willen we bedrijven stimuleren om te zorgen dat zij hun medewerkers minder laten zitten. En dat begint natuurlijk bij onszelf, want ja, het is natuurlijk practice what you preach. We moeten het zelf het goede voorbeeld geven. We gaan bewegen met z'n allen. De grootste verandering is dat ik meer bewust ben van het feit dat ik veel zit. Ja, ik merk voor mezelf al meteen verschil. Ik denk dat als jij 's avonds thuis komt na een dag dynamisch werken, dat je een heel andere persoon was dan daarvoor. Je hebt in één keer energie om in de tuin te werken, je hebt energie om te gaan sporten. Je krijgt er energie van. Dynamisch werken is een voorrecht en niet een plicht. Wist jij dat Nederland Europees kampioen zitten is? Belachelijk! Wij willen alle werkgevers in Nederland motiveren om hun werknemers in beweging te brengen. Minder zitten, meer bewegen. Doe ook mee, volg ons voorbeeld en breng je bedrijf in beweging.